Het ministerie van Handel en Industrie en Toerisme heeft vanmorgen in de ballroom van Hotel Torarica een roundtable productiviteit en economische groei georganiseerd. Deze roundtable had tot doel te komen tot strategieën voor het verhogen van de productie- en importvervanging en het creëren van werkgelegenheid. Het ministerie voert structurele beleidsmaatregelen door ter bevordering van de economische groei. Volgens minister Ferdinand Welzijn is de verwachting dat door middel van productiviteitsverhoging de groei van de economie en het proces van institutionele modernisering kan worden versneld. Volgens studies is de relevantie van productiviteitsverhoging overschaduwd geworden doordat positieve economische groei gerealiseerd werd met gunstige prijzen voor commodities. De terugval van de economie vanaf 2015 is hoofdzakelijk te wijten aan de daling van de wereldmarktprijzen voor aardolie en goud, wat een kettingreactie heeft veroorzaakt. Productiviteitsverhoging is reeds onder normale omstandigheden relevant voor de groei van de nationale economie, voor de overheid, voor de werkgever, voor de werknemer, maar ook voor de individuele burger. De bemensman benadrukte dat tijdens een crisisperiode productiviteitsverhoging een bittere noodzaak is. De minister zei dat deze schattingen voor het eerst in Suriname zijn gemaakt. Hierdoor kunnen wij als land zelf veranderingen meten. Wij zullen middels metingen kunnen vaststellen als veranderingen zijn opgetreden en onder meer de total factor productivity. Er zijn reeds 4 korte termijnen initiatieven geïdentificeerd om de productiviteit te verhogen door de waardeketen, de value chain, te versterken. Wij zijn nu in overleg met bedrijven om op korte termijn concrete acties te identificeren en uit te voeren om de productiviteit in de geïdentificeerde waardeketens te verhogen. De analytische capaciteit is versterkt, zowel intern als bij stakeholders ten aanzien van het meten en het verhogen van productiviteit, local content, projectidentificatie en economische kostenbatenanalyse. Minister Ferdinand Welzijn van Handel en Industrie en Toerisme. Vanmorgen is de roundtable productiviteit en economische groei gehouden in de ballroom van Hotel Torarica.